I'm glitching like a En ik zeg, yo, vriendjes en vriendinnetjes. Woep. Deze lekker, man. Ik kreeg vandaag de eerste bericht al binnen van wat gasten onder de video's. Daddy. De allereerste manier waarop je de auto's kan dupliceren, zodat de vriend niet in zijn modshop aanwezig is, die werkt weer. Ik denk, ja, dat zal wel. 1 berichtje, 2 berichtje, 3 berichtje, 4 berichtjes. Ja, inderdaad, gasten. Hij doet het weer. De allereerste methode waarbij je iemand nodig hebt die een modshop heeft, maar hij hoeft niet in zijn modshop aanwezig te zijn. Dus je kan in iedere publieke sessie bij iedere modshop naar binnen rijden. Het maakt niet uit. Diegene hoeft niet meer aanwezig te zijn. Hebben ze een patch dan vanochtend met die update van, weekly update en zo. Ja, ik zou het niet weten, gasten, maar dit is echt heel erg bizar. Ja, ik doe het in dit geval even bij meneer Plooi in de sessie, maar hij werkt gewoon nog. Het is echt onbeschrijfelijk. Wat moet je doen? Je moet in deze geval doe ik hem zo. Dit is eigenlijk een semi-arme snoeber glitch. Je hebt alleen een gewone garage nodig en een auto met veel upgrades die je gaat dupliceren. De gewone auto rij je uit een gewone garage, dus niet uit een arena, niet uit een nachtclub, nee, uit een gewone 10-slot garage. Rij je naar buiten, een gratis LED. En dan vervolgens druk je hem terug naar storage. Dan roep je even een auto op die je gaat dupliceren, een Benny upgradable auto of een arena upgradable auto, auto met veel upgrades. En die rij je in de modshop van je vriend of van een onbekende die in de sessie aan het spelen is. En op het moment dat je in zijn modshop aanwezig komt, want dat was gepatcht, ik kwam in een zwart eeuwigdurend laadscherm en of je kon rijden door zijn modshop heen. Ja, dat is niet meer. Je kan gewoon zijn modshop in en je klikt op terug eruit en dit is je duplicatie. Je zal het zien. Je krijgt een schoon kenteken met deze. Dat betekent dus dat je geen custom kentekens nodig hebt, want je krijgt iedere keer een nieuw schoon kenteken. Dat is de kenteken die van die LG afkomt. Dus ja, ik rij hem hier weer naar binnen, naar de exact dezelfde garage als waar de auto uitkwam, de gratis LG uitkwam. En dit is jouw allereerste duplicatie met een hagelnieuw schoon kenteken erop. Ja, kan je deze dan onbeperkt en oneindig veel verkopen achter elkaar? Nee, je moet je altijd aan de verkoopregels houden, want anders krijg je een daily sell limit. Check daarvoor even de beschrijving van deze video. Ik schrijf het er altijd keurig netjes in. Het staat er allemaal bij. Niet meer als 8 auto's in 30 uur. Dus ja, ik doe zelf 4 auto's per 24 uur. Ik heb daar een systeempje voor. Nou, nogmaals, check even de beschrijving. Het staat er allemaal in. Ik ga het nog eentje doen. Ja, het is zo makkelijk, gasten. Het is zo ontzettend makkelijk. Dit is by far de allermakkelijkste duplicatieglitch die ik... Ja, misschien wel bijna ooit heb gezien. Ja, ik heb ook wel hele andere makkelijke gezien. Maar hier heb je echt helemaal niks voor nodig. Je hebt geen MOC nodig. Je hebt geen workshop nodig. Je hebt geen CEO nodig. Motorclub ben ik geregistreerd om de auto terug te drukken. Maar dat kan je ook via je interactiemenu. Het is allemaal niet nodig. En je hebt niet eens vrienden nodig. Want ja, ik doe dit in geval. Doe ik het in een vriendensessie. Maar meneer Plooi die zit niet in zijn gebouw, dus ik kan gewoon gebruik maken van zijn leegstaande workshop. Ik rijd er naar binnen in zijn workshop en ik rijd er weer uit. Ik krijg een nieuw schoon kenteken en de duplicatie is succesvol als ik hem terugrij in dezelfde garage als waar hij vandaan kwam. Nogmaals, niet arena, niet nachtclub, niet casino, dat soort dingen. Nee, een gewone normale garage. En dan is jouw safe opgeslagen. Ja, je kan voor de zekerheid nog een keer je kleding wisselen. Even zodat je rechtsonderin een oranje savingscirkel krijgt. En dan is die gelukt. Daddy. Kan je geband worden? Daddy, bandwave. Ben. Ik ben zo bang. Ben bang. Ik ben bang. Nou, wees maar niet zo heel erg bang. Tenminste, dat moet je natuurlijk zelf weten. Als je bang bent, dan kan je beter shark cards kopen. Als je wil glitchen, ja, dan zou je af en toe een risicootje moeten nemen. Maar dit is een heel gecalculeerd risico. Want voor duplicatieglitches zijn werkelijk nog nooit, zover ik weet, iemand ook maar een keer geband. Ja, trek voor de zekerheid even je geluksonderbroek aan, hè? Je hartjesonderbroek aan. En het kan niet
fout gaan. Dit was een update. Een re-upload. Nou, dat is eigenlijk een nieuwe upload, maar van een oude glitch. Zo gaan we hem noemen. Hij doet het weer. Hij doet het weer. We doen het gewoon. Woep, 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 woep. Zou mijn oude gevulde koek ook kunnen dupliceren op deze manier? Dat ik weer een nieuwe gevulde verse koek heb. Nou, dan gaan we zo even proberen. Dit was het voor mij. Daddy Cool, signing out. Till next time. Yo, 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 yo. Wees er snel bij, wees er snel bij. Rockstar gaat een patchen. Ik weet het zeker. Yo, 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 yo.